Dit is ons land. In de seizoenen, door de tijd. Als je echt wilt weten hoe ons leven voortdurend verandert. Soms alledaags, soms heel bijzonder. Dan kijk je vanuit een spectaculair perspectief. In deze aflevering het keerpunt. Van een groeiende naar een krimpende bevolking. Hoe gaan we om met deze verandering? ...17 miljoen mensen op een klein stukje aarde. Dit is Nederland van boven. De Wadden, Terschelling. De Veluwe, bij Vaassen. De Hei, bij Nieuw-Millingen. De plekken waar nog echt ruimte is, zijn schaars. Nederland is bijna helemaal volgebouwd om de onstuimige groei van de afgelopen 100 jaar op te kunnen vangen. Maar nu staan we op een keerpunt. De bevolking groeit amper nog en zal over een paar jaar zelfs afnemen. In Nederland van boven, wat doet die naderende krimp met ons? Is het een groot zwart gat of geeft het ruimte voor nieuwe kansen? Van 17 miljoen inwoners nu, terug naar 5 miljoen in 1900. Amsterdam als enige dichtbevolkt met ruim 500.000 inwoners. In 100 jaar tijd breidt de stad zich uit als een olievlek. Flevoland. Boerderijen in kaarsrechte lijnen. Het midden van het land blijft lang leeg. Pas vanaf de jaren 70 wordt het helemaal volgebouwd. Utrecht, Houten, Nieuwegein. Ongebreidelde groei. Amersfoort. In 40 jaar van 75 naar 150.000. Apeldoorn. Almere. Iedere stad uit zijn voegen gebarsten. Barneveld. Bekend van kippen, kerken en grote gezinnen.
Door het unieke fenomeen van de Nederlandse verzuiling wilde ieder kerkgenootschap zijn plek veiligstellen. Hoe groter in aantal, hoe groter de macht. Twee splinternieuwe kerken op een steenworp afstand van elkaar. Links de Hoeksteenkerk met ruimte voor meer dan 2500 gelovigen. Rechts de Adullamkerk voor 1300 gelovigen. En iedere week stromen beide kerken helemaal vol. Duizenden mensen gaan hier iedere zondag twee keer per dag naar de kerk. En om een verkeerschaos te voorkomen, begint de Adullamkerk met de dienst om 9:30 en de Hoeksteen een half uur later. In veel gereformeerde gemeenten op de Bijbelbelt bestaat nog steeds een geboorteoverschot. Dankzij de grote gezinnen neemt het aantal gereformeerden in ons land ieder jaar nog toe met 200 tot 400 personen. Barneveld is nu een uitzondering. Maar het zijn de kerkgenootschappen die voor de onstuimige groei hebben gezorgd. Tot ver in de jaren 70 spoorden dominees en priesters de kerkgangers aan om grote gezinnen te stichten. Het was aan de overheid om die groei te sturen. Meer mensen vragen meer voedsel en meer ruimte. Flevoland als het beloofde land. Ingeklemd tussen de strakke moderne kavels van de Noordoostpolder ligt het voormalige eiland Schokland. Net als op Urk woonden hier ooit honderden mensen. Voor het nieuwe land was de overheid op zoek naar succesvolle agrariërs met stabiele gezinnen en gezonde genen. Een modelbevolking. Zowel de Urkers als de Schokkers voldeden niet aan het ideaalbeeld. Ze waren arm en er was sprake van inteelt. Ze moesten vertrekken. Om plaats te maken voor alleen de meest bekwame pioniers. 950 boerderijen te verpachten. Evenredig verdeeld. Dus evenveel katholieken als gereformeerden en evenveel Friezen als Zeeuwen. Selectieambtenaren keken naar geloof, afkomst, maar ook naar reinheid en inkomen. En hier had ik graag boer willen worden. Mooie lichte grond. En het had hier prachtig geweest. Simon was als polderwerker een van de vele pioniers van het nieuwe land.
Hij kwam hier als Zeeuw met maar één droom. Boer worden. Kavel nummer H6 van Oostelijk Flevoland. Dat is een boerderij van 30 hectare. En daar heb ik op ingeschreven in 1966 toen dat verpacht zou worden. Simon heeft zich 7 keer tevergeefs ingeschreven op verschillende kavels. Je weet niet dat je wacht. Dus elke keer als je weer inschrijft, heb je weer nieuwe hoop. Totdat je echt in 1970 die brief krijgt dat het absoluut afgelopen is. En dan pas krijg je de dumper natuurlijk. Eerder heb je altijd nog hoop. Een mens hoopt, en een mens ziet altijd positief in. Nou, je denkt toch dat je nog kansen hebt, anders schrijf je niet meer in. Dus ja, het is een tijd van hoop geweest, van verwachtingen. Dat je denkt, nou, ik word hier toch nog boer. Ja, Simaiers. Brunnen. Brunnen. Yes. Ja, dan kennen we elkaar dan wel een beetje. Nou, ik dacht wel, ja. Ik heb wel meer gezien, hoor. Ja. Ja. Ik heb hier ook ingeschreven op de boerderij. Kijk, kijk, ja. Kijk. Maar u hebt hem gekregen en ik niet. Ja, nou, er zullen wel meer zijn die erop ingeschreven hebben. Ja, dat zou wel, want ik weet niet, maar er waren de 100 inschrijvers toen in die tijd, hoor. Dat was een hele grote verpachting toen. Ja. Een hele grote. Een van de grootste. Ja, ja. Klopt. Maar u had wat in te leveren? Wij hadden dus in Westerwolde, kom ik vandaan, dat was een ruivenkaveling. Ja. En daar moest wel ruimte komen. En, dus ik had in het verleden wel eens kennis gemaakt met de polderdier. En ik denk, dat is eigenlijk wel een mooie gelegenheid om hier maar in te schrijven. En dat, dat lukte vrijwel direct. Oh ja, de eerste keer al? Ja, direct de eerste keer. Godverdomme. Ja. Ik had jaloers op bezig. Ja, ja, ja. Ja. Het waarom heeft Simon nooit te horen gekregen. Alleen dat hij na die 7 pogingen nu maar eens moest stoppen. Hij werd inmiddels te oud bevonden. De kerk die de bevolkingsgroei heeft gestimuleerd. En de overheid die op haar beurt geprobeerd heeft om die groei te sturen. Maar nu staan we op een keerpunt. Het aantal grote gezinnen neemt af. Het aantal alleenstaanden neemt toe. En de stellen die nog kinderen krijgen, trekken naar de grote steden. Van 1998 tot nu. De oplichtende witte punten zijn nieuwe basisscholen. Maar er zijn er veel meer die hun deuren juist moeten sluiten. De rode punten. In 14 jaar bijna 700. Ook in dorpen rond de grote steden.
590 basisscholen met minder dan 100 leerlingen. Scholen in de gevarenzone. Ze liggen vooral in de gele krimpgebieden waar jonge gezinnen wegtrekken. 19 scholen met minder dan 23 kinderen moeten dicht. Alleen al dit jaar 4 in Zeeland en 7 in het noorden van het land. De Meester Kronenschool in Drenthe. 12 leerlingen, 2 docenten. Een van de laatste schooldagen van het jaar. En ook een van de laatste dagen van de school. Een oase van rust, waar scholen in de grote steden jaloers op zouden zijn. We zijn heel erg met het sluiten bezig. We zijn een prachtige voorstelling in elkaar aan het zetten. Ik had mijn kippenvel momentje gisteren al. Mm. Jullie ook, hè? Ja. Ja. Nog 7 dagen. Ja. Nog 7 dagen. Het is toch 8? Ja, gisteren was het 8. Natuurlijk altijd gemengde gevoelens. Dit is te klein. Dat, klaar. Dat zie je, dat voel je. Je maakt er het beste van, maar je wordt dagelijks geconfronteerd met... het gaat zo en zo wil ik het niet. Ik zou dit anders willen, maar het kan niet. Het materiaal is er niet. Dit is een tijdscapsule. Daar zitten dingen in van nu. En daar zitten papieren in van hoe ik later dan eruit zie. En of ik dan miljonair ben of zo. Dat hebben sommige kinderen ook opgeschreven. Maar hij zit heel goed dicht, dus ik kan het niet laten zien. Dat mag eigenlijk ook niet van juf. Geweldig! Ja, geweldig. Hoe voelt dat als dat lukt met z'n allen? Lekker, hè? Heerlijk, heerlijk. Wie krijgt nou een school in zo'n omgeving? Zo'n prachtige omgeving. Wat hebben wij veel genoten van. Naar het bos gaan, naar de hei gaan. Biologie, gymnastiek, daar. In het stroomdal van het Rens A. Wat wil je nog meer? Als hier iets is, lopen de dorpen uit, stroomt de gymzaal vol. En dat zijn prachtige feesten geweest, prachtige evenementen geweest. Waarbij iedereen meedeed, iedereen een rol had. Dat krijg je niet meer, dat is weg. Ik snap dat het zo gaat, het is het eind van een tijdperk, maar ik vind het ontzettend jammer. Het einde van een tijdperk van groei. Maar betekent dat ook een einde van de vooruitgang? De natuur breekt af, maar bouwt ook weer op.
Lange tijd gold het uitblijven van groei als een gebrek, iets dat mislukt is. Maar het is maar hoe je ernaar kijkt. Nu is het juist bijzonder als een dorp zich niet uitbreidt als een olievlek. Het beschermde stadsgezicht van Elburg. Batenburg. 600 jaar stadsrechten. Een rijke historie, maar een grote stad is het nooit geworden. De ruïne is nu een monument. Bunschoten. Binnen de veilige stadswal was veel meer ruimte om te groeien. De lege kavels zijn nu werelderfgoed. De steden worden voller, het platteland loopt leeg. Net als de natuur die afsterft, maar ook weer opbloeit, kan de leegloop ook nieuwe kansen bieden. Nieuwe oernatuur. Nieuwe pioniers. In Brabant wordt er nu al gewerkt aan het terugfokken van verschillende rassen naar een oerrund dat in de toekomst bestand zal zijn tegen kou, hitte en zelfs wolven. Zonder dat de mens nog hoeft bij te springen. Dit is dan duidelijk een kruising met een hooglander, een Marimana en een hooglander. Grote horens, maar die hooglander willen we uiteindelijk vanwege zijn lange haren dus toch niet meer in hebben. Geen natuurlijk eigenschap. Dan zien we daar natuurlijk de Marimana zelf, die grijze, met die grote horens. De gedraaide horens. Een rund uit Italië, net ten noorden van Rome. Lopen daar nog in grote kuddes rond. En dan hebben we natuurlijk onze stier Manolo, die een prachtige witte rugstreep heeft. En ook dat is zo'n primitief kenmerk. De Paguna komt er goed uit, de Marimana komt er redelijk uit, de Podolica komt er goed uit. Dus we hebben hier eigenlijk al het basismateriaal wat we nodig hebben voor een geslaagde tauros. En dan zeker met die grootste Sayagesas komen. Die Sayagesas zijn echt flink geschoft over de jaar. Ja, die zijn echt hoog. Nou, die zijn zeker hoog. Een andere manier van kijken. Ik zie die hoortjes zo omhoog. Die krimp als een kans in plaats van een bedreiging. Eindeloze vlaktes. Als je je gedachten de vrije loop laat, biedt de vrijgekomen ruimte oneindig veel mogelijkheden. Voor iedereen een eigen stukje land. Uitgestrekte natuurparken waar dieren de dienst uitmaken.
nieuwe banen, in nieuwe industrieën. Het zijn vergezichten die misschien vergezocht lijken. Maar soms hebben ideeën tijd en een beetje bijschaving nodig. De Bijlmer, begin jaren 70, een cosmopolitisch ideaalbeeld voor nieuwe pioniers. Ruime galerijflats met daartussen veel groen. Bedoeld voor de sterk uitbreidende middenklasse die weg wilde uit de vieze oude binnenstad. De werkelijkheid was anders. De middenklasse verkoos nieuwe veilige steden en de Bijlmer werd een beruchte probleemwijk. Het beeld is opnieuw veranderd. Een nieuwe naam, een nieuw hoofdstuk. Hier gaat een van de laatste karakteristieke gebouwen tegen de vlakte. Winkelcentrum Kraaiennest. De Bijlmer heet nu Amsterdam Zuidoost. Nog altijd de meest diverse wijk van Nederland, met 146 nationaliteiten, is nu een plek waar mensen bewust voor kiezen. De flat Kleiburg, hier achter mij, is als een monument ter herinnering aan de dromen van weleer. Een van de laatste iconen uit die tijd wordt omgebouwd tot klusflat. Marius en Jacqueline wonen nu nog in het meest zuidelijke puntje van Limburg. Maar ze zien hier kansen. En ze zijn niet de enige. Regelmatig komen toekomstige klussers bij elkaar om samen te genieten van de voorpret. Zijn jullie niet, hadden jullie niet dat een beetje vooroordelen over de Bijlmer? Dat is een beetje onveilig. Ja, ik krijg van iedereen, de Bijlmer, durf je nog in je eentje over te staan? Dat zijn de vooroordelen echt die er zijn. Maar die mensen zijn zelf nooit echt met deze tijd hier zelf geweest. Ja. Nee. Denk ik ook. Je moet je ook niet bang laten maken. Nee. Maar vinden jullie niet op dat met alle kopers dat de meeste blanke mensen waren? Viel het jullie ook wel op? Dat viel op, van je verwacht meer zwarte mensen hier? Ja. Een echte Hollander komt uit af op de prijs, hè? Echte Hollanders dan, ja. Nou, we hebben gedacht over Noord. Dat is ook in opkomst. Maar toen zagen we dit en die combinatie van de tijd, want het was precies, wij waren er rijp voor, en zelf klussen en een redelijke prijs. Ja, nou, en toen zijn we gaan kijken, ja, en die Bijlmer, we wisten dat dat beter was, maar dat het zo'n chique buurt was geworden, dat wisten we nog niet, maar dat weten we nu. Ik zie bloembakjes aan de balkonnen. Het is echt heel Nederlands, denk ik. Al die balkonnetjes al mooi wit schilderd. En dan wordt het al een heel stuk beter. Na 40 jaar is het aanzien van de Bijlmer veranderd. Het platteland zal in de komende jaren ook sterk veranderen.
En dat is op sommige plekken nu al zichtbaar. Maar het keerpunt tussen groei en krimp is voor ons land het moment voor nieuwe vergezichten. Thank you for watching this video. I really hope you liked it. If so, you can watch the next episode right here. Or check out one of the other great travel series on this channel. And don't forget to subscribe to get an update on our new series.